De stad uit voor natuur? Dat is niet nodig. Gaan we mee op ontdekkingstocht door Stadion Park. We zijn vandaag weer op het eiland van Brielenoord. De vorige keer waren we hier voor de Schotse hooglanders. Maar vandaag gaan we op zoek naar wilde bijen. Het zijn kleine dieren, maar ze zijn heel belangrijk voor de natuur. Ik heb vandaag op het eiland van Brielenoord afgesproken met Sharida van de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging. Zij kan ons alles vertellen over de wilde bijen. Ik ben Denise. Ik ben Sharida. Hoi Sharida. Waarom hebben we precies hier afgesproken op het eiland van Brielenoord? De locatie waar we zijn is heel goed voor wilde bijen. Je hebt hier hellingen waar ze in kunnen nestelen en je hebt heel veel bloemen. Perfect, laten we gaan kijken. Waarom vind jij bijen eigenlijk zo interessant? Omdat bijen zo divers zijn en hoe ze leven. Nou, een wilde bij die leeft eigenlijk zelfstandig, dus die wordt niet gehouden door de mens. In Nederland heb je ongeveer 360 soorten in wilde bijen. Als ik denk aan bijen, dan zie ik gelijk een bijenkorf vormen. Bouwen wilde bijen ook nesten? Jazeker, wilde bijen bouwen ook nesten. Net als dat vogels bijvoorbeeld spechten in een boom. Bijvoorbeeld in de grond, hier in de zandhelling. Of in gaten van bomen, die dus door de kevers uitgegraven zijn. Of in stengelnesten, zoals in riet. Ik zie er eentje zitten daar. Betekent dat ook dat zijn nest hier ergens in de buurt is? Ja, de meeste bijen die nestelen heel dichtbij waar ze ook voedsel kunnen vinden. En de meeste bijen kunnen maar 200 meter ver van hun nest vliegen. Hoe kleiner de bij, hoe kleiner de actieradiusvermogen is van het bijtje om te kunnen vliegen. Dan moet je je eigenlijk voorstellen dat jij in Rotterdam woont en dat je dan boodschappen moet doen in Amsterdam. Gaat het goed met de bij in Nederland? Nee, het gaat niet zo goed met de bijen in Nederland, omdat als je in Nederland kijkt en ook hier in Rotterdam, dan hebben ze echt heel veel minder bloemen tot hun beschikking. Ze hebben minder nestgelegenheden, dus er moet echt veel meer bloemen komen en veel meer nestgelegenheden komen voor de bijen. Wij kunnen in onze tuinen kunnen we omtegelen en zoveel mogelijk planten van hier in de tuin aanplanten. Dus zoals je hier deze bloemen ziet, dat soort planten, dat hebben de bijen nodig. Inheemse planten. Moet ik bang zijn voor bijen? Nee, je moet niet bang zijn voor bijen. Bijen die geven een waarschuwing af. Als je er dichtbij komt, dan moet je eerst één pootje omhoog steken. Als je dan nog te dichtbij komt en die voelt zich bedreigd, dan steekt hij de andere poten ook omhoog. En als hij zich nog erger bedreigd voelt, dan kiest hij er vaak voor om weg te vliegen. Wat is nou het verschil tussen stuifmeel en nectar? Nou, dat kan ik heel mooi laten zien bij deze teunisbloem. Hier zie je allemaal meeldraden. En als ik met mijn vinger op die meeldraden ga, dan zie je dat er stuifmeel van afkomt. Als een bij dus deze bloem bezoekt, omdat hij dus nectar wil drinken. En nectar, dat zit weer dieper in de plant. Dus moet hij er helemaal in kruipen. En nectar, dat is puur allemaal suikers. Die gebruiken ze voor hun eigen energie. Stuifmeel gebruiken ze voor het nestje. Dus dat gebruiken ze voor hun nageslacht. Rotterdam ontwikkelt 40 hectare bijenlandschap. Waarom eigenlijk? Om te zorgen dat er in Rotterdam veel meer bloeiende planten komen. Dan hebben de bijen daar weer profijt van, want dan hebben ze veel meer te eten. Nou Sharida, ik weet nu bijna alles over de bij. Heel erg bedankt voor vandaag. Heel erg graag gedaan dat ik je vandaag iets heb kunnen bijbrengen over de wilde bij. Tot ziens. Tot ziens. Bye bye. Zo, nu weet je alles over de wilde bij. Wil je meer weten over natuur in Stadion Park? Volg ons op de socials.